Hey, een nieuwe Cinemie special in samenwerking met OutTV over Tom of Finland. Vroeger verafschuwd, nu een Finse held en icoon van de letterscene en de homo-wereld. Nou, in welke stad, beter dan Amsterdam, kunnen we erachter komen wie Tom of Finland is? Dus ik zeg, kom met me mee. Werner, 21ste editie van de Roze Filmdagen. Kan je mij vertellen hoe belangrijk het nog steeds is en waar het ooit begonnen is? Het is ooit begonnen als heel klein in de filmhuis Cavia. Heel erg underground, kleinschalig. En het is begonnen omdat daarvoor, voor 98 waren er een paar edities van een heel groot, één keer in de vijf jaar, een Holland Gay and Lesbian Film Festival. En dat was één keer in de vijf jaar, echt gigantisch groot. Maar bij de derde editie was er geen geld meer. En toen hebben ze in Cavia bedacht van we gaan iets kleinschaligs doen, een weekend. En dat was dan rondom de dag van de Stonewall rellen. Als iets van, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Dus het was allemaal erg experimenteel en underground. En toen was er ook nog niet zo heel veel te vinden. Maar wel al het belang van, er is niets te zien in de bioscoop wat voor ons is, waar wij ons mee kunnen identificeren. Dus, en dat is eigenlijk nog steeds het doel van het festival. We hebben dit jaar best wel veel films over iconische personen, waaronder Tom of Finland. Maar het is heel mooi om te zien van waar we zeg maar vandaan komen en dat het nu nog steeds echt wel iets te bevechten valt. Maar dat een aantal mensen voor ons echt zoveel bijzonder werk hebben gedaan. Het is heel goed om dat te beseffen. Het is goed om je te weten waar, ja, wat je geschiedenis is. I'm going to draw something to publish about life. Something that would make people happy. Het festival gaat over visueel zeg maar, jezelf te kunnen laten zien. En hij is denk ik een heel goed voorbeeld geweest in de tijd dat er nog geen YouTube of wat dan ook was. Dat het dus gewoon met mooie fantastische tekeningen in dan wel in een blanco envelop gestuurde boekjes. En dat hij uiteindelijk in Amerika, in een, ook al is het een soort van bubbel, een soort vrijheid heeft gevonden, maar hij heeft dus door die tekening uiteindelijk, omdat hij is uitgenodigd om daar dan de boel uit te brengen. Dus en dat is een heel mooi, het is eigenlijk ook een heel mooi geschiedenisverhaal. Maar ook, er zit ook een heel mooi liefdesverhaal in. Maar ook wel heel tragisch, want ook de AIDS-periode zit er doorheen. We hebben hier dan ook een kleine expositie waar ook wat echt werk hangt, los van deze fantastische leuke prints. Maar, en dan denk je van, het is toch donder mooi gemaakt allemaal. En dit is dus een van zijn wat meer erotischere werken. En nou ja, het gaat dus wel wat verder, het is expliciet, maar het is wel heel mooi getekend hoor. Die man had wel talent. André, wat heb jij met Tom of Finland? Wat ik met Tom of Finland heb is, Tom of Finland is een van de, voor mij een van de pioniers op het gebied van stoere leerman, fetishman, met hele spannende tekeningen, zelfs hele verhalen. Dus dat is wat Tom of Finland voor mij is, zeg maar. Ja. En wat was jouw eerste aanraking met Tom of Finland? Wanneer zag je zijn werk voor het eerst? Ik denk dat ik, nou, dat is in mijn jongere jaren, dat je ineens in magazines en kaarten en dat soort dingen van die hele spannende mannen tegenkomt. Het is
sports magazines on the shelf. Vroeger werd het een beetje de biker culture, de subculture genoemd. Ja. Is dat nog steeds zo of is dat echt totaal uitgegroeid tot iets veel breders? Nee, het is breder. Zeker in de leerscene is het breder dan alleen maar de biker cultuur. Hij is wel een van de eerste die aanzet heeft gegeven. Want de biker look komt eigenlijk uit de periode waarin bijvoorbeeld Grease opgenomen is en zo. Dat zijn met het witte t-shirt Marlon Brando. Daar komt het eigenlijk vandaan en hij heeft dat, nadat de homo scene dat opgepikt heeft, die looks, heeft hij dat eigenlijk gebruikt om het groter en breder te maken. Bij Tom Finland zie je heel vaak de hele strakke jeans die ze aan hebben, zodat alles goed te zien is. Zo tekent hij ze, met de laarzen. Yeah. En dan het jack erop. Yeah. En dat is er nog steeds. Een beetje een gekke vraag, maar ik ben zelf veganist. Wat nou als ik geen leer wil dragen? En toch Tom of Finland look wil hebben. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk. Je hebt andere, materialen waar je de look mee kan creëren. Je hebt een neopreen. Je hebt de bijkerjasjes ook van kunststof. Die verkopen wij niet, maar die zijn er. En dan kom je al heel snel bij een Tom of Finland look als je een hele strakke spijkbroek aan hebt en een wit t-shirt en zo'n jasje erop. Ja. Prima. Ja, precies. Ja. En morgen is natuurlijk de première in het Ketelhuis op de Roze Filmdagen van Tom of Finland. Ik heb van jou vernomen, maar ook van heel veel andere mensen, dat iedereen natuurlijk in de ladder. Daar gaan we wel vanuit. Ja. Ik ga ook naar die première en ik wil natuurlijk niet zo. Mm-hmm. Kunnen we voor mij iets leuks vinden? Ja. Ja? Ja, dat kan. Maar dan moet je wel in het leer steken. Ja, dat is helemaal goed. Ik vind voor vandaag zet ik mijn idealen even opzij, wat dat betreft. Okay. Ik ga niet vandaag een kip eten of zo, maar dat kan ik wel. Ja, dat kunnen we doen. Ja? Ja? Nou, laten we kijken wat er allemaal is voor mij. Oké. That's a mighty nice uniform you're wearing, sir. Thank you. Excuse me. Smile. You are. Thank you. Have a nice day. Have a nice day, boys. Call me, officer. Welcome to California, Tom. Nou, er wordt dan deze broek. Ja. Oh ja, dat is wel een typische Tom of Finland. Ja, toch? Ja. Dit is een t-shirt. Oh ja. Dit is een t-shirt. Met een mooi Mr. B logo. Dat bedoel ik. Nou, dan pakken we de motorboots. Dan doen we nog een cap aan. Ja. Ja? Ja, leuk. Oké, dus dit is het. Dit is het. Nou, dan ga ik mij omtoveren. Heel goed. Een soort Tom of Finland of zo. Ga ik deze in? Ja, okay. Prima. Top. Wow. Ik voel me echt totaal anders. Het is echt... Maar wel heel cool. Wauw. Oh mijn god. Jeetje. Oh, ik heb wel goede kont in je broek. Wow. Nou, ik kan zo op mijn motor stappen. Ja, wauw. Zo, ik heb mijn perfecte Tom of Finland look gescoord bij Mr. B hier in Amsterdam. En ik ben helemaal klaar voor de première van Tom of Finland op de Roze Filmdagen. Dus ik zeg, laten we gaan.